talentdag is altijd eigenlijk een super positieve dag. Want we kijken naar wat je kan. Wat je niet kan, interesseert ons helemaal niks. Maar we kijken vooral van wat je kunt. En grijp die kans ook om te laten zien wat je kan. Wij zijn 8 jaar geleden begonnen met deze talentdag. De reden waarom we hem organiseren is omdat we gemerkt hebben dat voor gehandicapte sport, en dus ook voor Paralympisch, het heel lastig is om kinderen op een juiste manier te identificeren binnen een sport. Dus we proberen juist alle kinderen bekend te maken van wat voor sporten zijn er allemaal. En op die manier dat we coaches met het oog van de meester laten kijken van oké, ben jij ook daadwerkelijk kansrijk om binnen deze sport door te groeien, mogelijk naar Paralympische Spelen. Dit jaar hebben zich ongeveer 120 deelnemers aangemeld. Wij hebben daar wel een eerste selectie overheen gedaan. En dat betekent dat we echt hebben gekeken naar leeftijden, trainingsachtergrond, om te kijken van, is het überhaupt kansrijk om deel te nemen. Uiteindelijk hebben zich ongeveer 81 deelnemers hebben wij uitgenodigd voor de dag. En ik heb gemerkt en gehoord dat er ongeveer nu rond de 70, 75 deelnemers rondkomen. Ja, ik tennis ook. Dus ik vind sporten zoals badminton ongelooflijk leuk. Dus dit past wel in mijn straatje. En hoe ging het? Ja, naar mijn gevoel wel goed. Dus de anderen waren ook goed. Dus ik kwam lekker mee. Is dit iets waar jij in verder zou willen? Ja, op zich wel. Op zich wel. Want, ja, zoals ik al zei, badminton is vind ik een hartstikke leuk sport. Elk jaar blijkt weer dat wij nieuwe talenten scouten op deze manier. Dus elk jaar blijkt weer dat we dit gewoon moeten blijven doen. En we doen dit ook samen in een groter traject aan activiteiten die wij oppakken om kinderen en jongeren te scouten samen met de Cruijff Foundation. Ja, je gaat er gewoon heen van cool wat sport uitproberen en je blijkt talent te hebben. Notabene atletiek gedaan in een klein gangetje omdat het regende. Ik belandde op het WK het jaar erop, daar werd ik 7e en toen EK en dan het WK voor te spelen haalde ik medaille en op de spelen haalde ik mee. Dus het ging echt als een speer. Het is belangrijk dat mensen gemotiveerd raken en geïnspireerd, maar ook dat ze de sport vinden die bij ze past en die ze leuk vinden. Tuurlijk word je aangekeken, alleen kan je op een gegeven moment wel die kanteling maken van kijk, die jongen is lief zijn goed zijn best doen. Of dat je de wielrenner inhaalt om te proberen aan te haken en je rijdt ze eraf. En dan vinden ze je niet meer zo lief en leuk, maar dan ben je gewoon een stoere kerel. Dus ja, dat is net hoe je het kijkt.